compliment dat u nu de eerste ster krijgt. Het kenmerk van de ster is natuurlijk samenwerking. Samenwerking tussen de politie, de gemeente, de ondernemers, buurtbewoners, brandweer. En eigenlijk met één doel dat het hier een levendig en veilig winkelklimaat is. En, Burgemeester Ruud Vreeman neemt de eerste ster van het keurmerk Veilig Ondernemen in ontvangst voor winkelcentrum Westerwatering. Samen met ondernemers, brandweer en politie legt hij ook een speciale KVO-stoeptegel voor het winkelcentrum. Jullie hebben zojuist de eerste KVO-keurmerk in ontvangst mogen nemen. Wat vindt u daarvan? Buitengewoon. Het is een bevestiging van dat we een mooi, schoon, heel en veilig winkelcentrum hebben. En in samenwerking met de brandweer en politie en handhaving en de mensen van de gemeente worden in zo'n traject altijd nog weer even de puntjes op de i gezet. En dat vinden we heel belangrijk. Het eerste keurmerk is nu gelukkig binnen. En dat betekent dat we hebben een enquête gehouden onder de winkeliers. Hoe voelen jullie je veilig in het kader van de inbraakbeveiliging, maar ook in het kader van brandbeveiliging? Nou, die gegevens hebben we verzameld en daar hebben we wat dingen, acties ondernomen. We hebben net een stoeptegel gezet. Is het voor de buurtbewoners belangrijk om te zien van, goh, hier is het eerste keurmerk? Ja, wel degelijk. Het is eigenlijk symbolisch natuurlijk, die eerste ster. Maar het staat er eigenlijk voor dat de ondernemer er ook in actief is. Dat de klant ook prettig kan gaan winkelen. Dat ook op dat gebied in ieder geval rekenschap wordt gehouden. En daar heb je alle partijen voor nodig. En daarom is het zo leuk hier in dit gebied, vind ik tenminste, dat bewoners hier actief bezig zijn met een app voor veiligheid. Maar ook op schone lopen mensen spontaan spullen schoon te maken hier. Dat vind ik toch wel apart. En chapeau voor het gebied. En er kunnen dus 5 sterren ontvangen worden. Wat kan het winkelcentrum doen om de tweede ster te ontvangen? Nou, er zit een periode van 3 jaar tussen. Dus we hebben wat afspraken gemaakt over hoeveel keer we samenkomen, hoeveel keer er een schaal gelopen wordt. En bepaalde zaken die opgepakt moeten worden, zoals training en andere zaken. En dan na 3 jaar dan krijgen we een hercertificering. Dan komt er weer iemand van buitenaf, vanuit het Kiwa. En die zegt van nou, dat waren leuke afspraken die jullie gemaakt hebben. Nou, laat maar eens zien of jullie dat hard hebben gemaakt. En uiteindelijk moet je dan ook weer aangeven wat je de volgende 3 jaar gaat doen. En dan heb je recht op de volgende ster. Het is natuurlijk erg belangrijk. Hè? We hebben nu een bepaalde basis neergelegd qua brandveiligheid en inbraakpreventie. En schoon en heel en veilig. En het is natuurlijk belangrijk om dat op peil te houden. En om te kijken of we nog naar een hoger niveau kunnen. Om te zorgen dat we nog beter eruit komen. Nou, op naar de tweede ster, zal ik zeggen. Absoluut. En nogmaals gefeliciteerd voor het gebied.